I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Hoe ging het tot nu toe? Heel erg goed. Ik zag op het scorebord dat je een eerste plek hebt gehaald op vloer. Hoe heb je de rest van de toestellen gedaan? Op balk ben ik derde geworden. En op brug ben ik vierde geworden. Op sprong weet ik het nog niet. We zijn ze nog mee bezig nou. Spannend? Ja, erg spannend. En leuk natuurlijk. Best wel goed alleen op balk. Wel twee vallen, maar ja, het is maar een wedstrijd. Niks aan te doen. Ja, bij mij ging het wel goed, maar het ging niet zo goed als de andere wedstrijden. Wat ging er anders niet zo goed dan? Nou, bij balk viel ik ook twee keer en bij sprong ging die ook niet zo goed. En ja, dat gebeurt vaker, maar ja, op zulk moment mag het eigenlijk niet, maar ja, het kan toch. Het zijn nog kleine kinderen, dus het, op zich vind ik dat niet zo erg. Je bent zelf topturster geweest. Hoe is het om nu zelf hier in Ahoy te staan met een pupil? Ja, dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Je eigen ervaring probeer ik gewoon over te brengen aan mijn turnstertjes eigenlijk. En hoe is jullie trainer, Koos? Goed, leuk, aardig. En voor jou, hoe is die voor jou? Ja, ook aardig en hij doet het ook gewoon goed. Nou, ik ben wel aardig als trainer. Ja, toen ik wat jonger was, zat er veel meer druk op. Maar nu merk ik wel dat het beter werkt bij die jonge kinderen als je zelf rustig blijft. Nog niet te veel eisen stelt. Want ik heb natuurlijk al heel wat turnsters van klein naar groot zien worden. En het komt vanzelf wel als ze het leuk blijven vinden als op wat oudere leeftijd. Dus vanaf 12, 13 mag je wat meer eisen gaan stellen. Wat doet hij voor speciaals om te zorgen dat jullie nog beter gaan turnen? Alle aanwijzingen geeft hij wel op een positieve manier. En hij doet ook best wel veel dingen voor met je. Dus dan helpt hij je. En hoe is Alvera als trainster? Heel erg aardig. En ze geeft goed training. Dankjewel. Dat vind ik lief, hè? Dat zeggen ze dus over mij.